op dit moment doe ik, ben ik HR manager bij de firma Docs in Wilrijk. Ik probeer daar samen met mijn collega het HR-beleid van Docs verder te optimaliseren, verder uit te werken en ook te professionaliseren, wat ook wil zeggen moderniseren. We proberen dat op verschillende vlakken. We proberen eerst de basis juist te leggen van HR en we proberen dan verder te gaan werken naar de noden en de strategieën van de organisatie. Ik werk nu als HR-consultant voor PZ. Zij is een consultancyfirma die de consultants plaatst bij andere bedrijven. Ik werk nu als payroll consultant voor Total Raffinaderij Antwerpen. En mijn job is dus eigenlijk de loonsverwerking van de bedienden van Total Oilfunds. Dus eigenlijk onmiddellijk begonnen te werken vast contract bij Tabaknatie in Antwerpen. Daar werk ik nu als Human Resources Officer op de HR-afdeling uiteraard. En daar ben ik eigenlijk generalist in mijn functie. Gaande van staffing tot performance, payroll, comp en ben en uiteraard ook development hangt eraan vast. Een heel generalistische job. Ik kom met heel veel verschillende HR-topics in aanraking. Gaande van instroom, doorstroom en uitstroom van onze medewerkers. Maar het is vooral een heel administratieve rol ook. Maar ook een stukje een adviserende rol. Ik ben heel veel van mijn tijd bezig met de organisatie van opleidingen. En het ontwikkelen van mensen. Dus echt heel veel contacten met opleidingspartners. Ik was deel van de eerste lichting daar. Het was het eerste jaar dat dat georganiseerd was. Heel leuke richting was het trouwens toen. En momenteel ben ik een kleine 8 jaar werkzaam, professioneel bezig dan, binnen HR. Ik heb altijd HR-functies gedaan. Eerst generalistisch, nu meer specialistisch als selectieverantwoordelijke bij Colruyt Groep. Het gaat niet specifiek in op pure details. Het gaat eerder over het kader waarbinnen HR vandaag de dag zijn rol heeft, zijn rol moet opnemen. Ik denk altijd dat je details en meer specifieke dingen bedrijfseigen zijn en afhankelijk zijn van de job die je gaat uitoefenen. De masteropleiding Human Resource Management heeft mij een heel brede basis gegeven aan welke soort HR-praktijken zijn er, hoe houden die verband met elkaar, hoe zijn die gelinkt aan elkaar en ook afgestemd op de missie, visie en strategie van een bedrijf. Dus dat heeft mij heel veel achtergrondkennis gegeven om echt aan de slag te gaan met HR. Dat je echt ook een bredere achtergrond hebt van met wat zijn we nu eigenlijk bezig in de praktijk en hoe houdt dat eigenlijk allemaal verband. Daarnaast hebben de gastcolleges mij ook heel veel geholpen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het gedragsgericht interviewen. Heeft mij toch ergens wel een houvast gegeven. Van gespreksmodel, de STAR-methode, gebruik ik ook nog dagelijks in mijn gesprekken. En ben ik ook met de eerste sollicitatiegesprekken mee begonnen. Dat je toch wel ergens een achtergrond geeft en dat je niet vervalt in die cliché. Ik vond de opleiding handelswetenschappen en dan meer specifiek HRM zeer nuttig voor mijn huidige carrière. Enerzijds, als we dan spreken over handelswetenschappen, het is een zeer praktijkgerichte, maar ook theoretische opleiding. Dus de mix heeft mij heel erg sterk geholpen naar enerzijds het werken in een organisatie, maar ook het theoretische denken, dus het analytische denken. Dus daar heb ik zeer veel uitgehaald. Anderzijds, als we dan kijken naar HRM, is het ook een combinatie daar weer naar het theoretische en het praktische, waardoor je eigenlijk wel een goede basis krijgt om verder te gaan kijken. Redelijk generalistisch, zonder echt te specifieren naar iets, waardoor dat je eigenlijk nog alle kanten uit kan. Voor mij was het een heel goede voorbereiding, zeker als je kijkt op iets langere termijn. Het is een heel algemene opleiding waar toch een heel aantal competenties aangescherpt worden. En in het begin lijkt het misschien zo dat je meer zou zijn als je echt een aantal skills aangeleerd krijgt, zoals gesprekken doen of iets dergelijks, wat we ook wel hebben aangehaald uiteraard. Maar je ziet, eens dat je binnen die HR-omgeving zit, zijn toch een heel aantal strategische zaken die je daar opvangt tijdens de opleiding dan, die het je gemakkelijker maken om te begrijpen hoe de onderneming zelf werkt, zodat je dat beter kan kaderen en dat je daar ook heel snel met management mee kan praten. Dus op dat vlak was dat voor mij een zeer nuttige opleiding.